Hey jongens, vandaag heb ik weer een nieuwe video en vandaag heb ik een What's on my iPhone tag. Het was super vaak aangevraagd onder de winactie, dus ik dacht nou misschien is het wel leuk om te doen. Ik heb sinds een paar maanden deze telefoon. Het is een iPhone 6S, het is een roze, hij is zo mooi. En ik heb er dit hoesje omheen en deze is van de Hema en hij was eerst holografisch, maar dat is er helemaal vanaf, echt super jammer. Dus ik moet er even een nieuwe kopen, maar ik vergeet het altijd. Dit is mijn achtergrond. Het is een soort van zeepjesachtig ding, maar met mijn favoriete kleurtjes. In ieder geval, niet mijn favoriete kleuren, maar mijn favoriete kleurencombinatie. Roze met blauw en paarsachtig, vind ik heel erg mooi. Hier heb ik alle standaard apps, de apps die er altijd al op zitten. Daarvan gebruik ik berichten niet heel vaak. Mijn agenda probeer ik steeds vaker te gebruiken. Ik vind het heel erg handig van de iPhone agenda dat je meldingen kan zetten. Foto's en camera gebruik ik gewoon heel vaak. Mijn weer-app gebruik ik vaak. Mijn wekker gebruik ik vaak. Kaarten niet zo heel vaak, maar de laatste tijd eigenlijk ook weer wel. Video's gebruik ik niet. Deze gebruik ik niet. Notities gebruik ik wel. Aandelen, iTunes gebruik ik niet. App Store wel. Gezondheid niet. Nou, oké. FaceTime gebruik ik trouwens wel de laatste tijd heel vaak. Dat heb ik ook nooit echt gebruikt, maar ja, vind ik toch eigenlijk wel leuk om te doen. Dan heb ik hier al mijn gedownloade apps en die heb ik allemaal in mapjes staan. Dat vind ik veel handiger en overzichtelijker. Dan heb ik hier een appje met een mapje met social media. Het heet Facebook, maar het is gewoon social media. Met de Facebook app, Messenger, mijn mail, Safari en iMovie. iMovie vind ik heel erg handig. Dat moet je volgens mij wel downloaden. Het staat er volgens mij niet op je iPhone. Maar iMovie vind ik heel erg handig toen ik geen laptop meer had. Om mijn video's op mijn telefoon te editen. En af en toe vind ik dat nog steeds wel handig. En Tumblr. En Tumblr ja, gebruik ik eigenlijk niet heel vaak. Ik vind in ieder geval niet in de zomer. In de winter word ik opeens heel erg Tumblr verslaafd. Dus dat zal binnenkort ook wel weer komen. Hè? Oh, trouwens, hier is mijn achtergrond weer anders. Het is een soort van vintage bloemetjesachtig iets. Dan hebben we hier een mapje fotografie. En ik heb daar image sizer in. En wat je hiermee kan doen is... oh, dit is mijn foto trouwens. Maar wat je hiermee kan doen is een foto sizen, zeg maar. Kan je bijvoorbeeld op square drukken en dan krijg je een vierkantje eromheen. Zodat het perfect in Instagram past. En deze app gebruik ik altijd voor Instagram. Om bijvoorbeeld zo in een hoekje te plaatsen of zo. Zodat mijn feed heel erg... ja, random wordt. En dat vind ik altijd heel erg leuk. Je kan er meer dingen mee, maar die gebruik ik nooit. Ik gebruik echt alleen altijd maar de square. Voor de rest zit VSCO erin. En voordat ik, want ik had een tijdje geleden, deed ik al mijn foto's met het Snapchat filter. Dat doe ik niet meer. Ik gebruik nu, even kijken welk filter ik nu gebruik. Ik weet niet hoe die heet. Even een fotootje vinden. Nog niet heb bewerkt. Nou, bijvoorbeeld deze. Ik gebruik altijd filter A6 en af en toe bewerk ik hem nog meer met nog meer dingen. Maar eigenlijk bijna nooit, bijvoorbeeld het contrast of zo. Maar dat doe ik bijna nooit, omdat ik alleen het filter al prima vind. En Boomerang, en dat gebruik ik ook nooit. Ik wil het wel gaan gebruiken, want dat vind ik heel erg leuk. Dat hoort bij Instagram. Dan heb ik hier een appje met extra. En hier heb ik twee reis-apps, 9292 en 92 en reisplanner. En ja, eigenlijk gebruik ik altijd alleen maar 9292. Maar als dat dan niet werkt, dan gebruik ik NS reisplanner. McDonald's, dat vind ik altijd wel leuk, met de kortingscodes van McDonald's. Albert Heijn app, dat is heel erg handig voor mijn werk. Want ik werk bij de Albert Heijn als vakkenvuller. En als een klant iets vraagt en ik weet niet hoe het eruit ziet... kan ik het hier bij producten, kan ik het gewoon opzoeken. En dan kan ik zien of ik het herken of wat het is en dat soort dingen. Maar ook gewoon voor mezelf om te kijken hoe duur iets is. Thuisbezorgd, dat gebruik ik soms ook niet al te vaak. Omdat het vrij duur is. Maar ja, laatste tijd gebruik ik het wel een beetje vaak. Om iets aan te bestellen, maar oké. En een reclamefolder... dit is ook wel handig, maar ik gebruik het echt nooit. Ik heb het dan een keer gedownload omdat ik dacht, oké, dat moet ik weer hebben. Maar als ik het gebruik, dan gebruik ik het voor de kruidvatfolder, de etelsfolder en de action folder. Maar hier heb je eigenlijk gewoon alle folders. En zonder dat het je papier kost of zo. Dus als je bijvoorbeeld naar de stad gaat, kan je even kijken. Oh, welke winkels hebben ze goede acties. Mijn volgende mapje is handig. En hier heb ik de Samsung Smart App. Mijn camera is van Samsung en die heeft wifi. En niet dat ik op Facebook op mijn camera kan of zo. Maar ik kan, met deze app kan ik foto's en video's van mijn camera naar mijn mobiel importeren. Dat deed ik eerst dus altijd met mijn video's. Maar dat duurde echt per video ongeveer 3 uur. En dan kon ik ondertussen dat je die foto's uploadt, kan je niet je mobiel gebruiken. Dus dat vond ik altijd heel erg vervelend. Maar met foto's of zo, met mooie foto's, dan kan ik dat wel naar mijn mobiel sturen. Dat is heel erg handig. Dan heb ik Druppel. Dat is een hele simpele, handige app. Oh, ik zie nu, dat ik zit helemaal niet op de Koninginneweg. Dat staat er. It starts in 5 minutes in Hilversum. Niet denken dat ik nu op de Koninginneweg woon, want daar woon ik niet. Het is niet zo nauwkeurig. Ze pakken gewoon de grote straten in je stad. Ik woon wel in Hilversum, maar niet op de Koninginneweg. Maar oké. En ik zie dat het over 5 minuten begint. Maar hier kan je de tijden zien en de hoeveelheid druppeltjes. Maar ik zie dat het maar heel licht gaat regenen. Dus het zal wel miser regenen zijn van 5 minuten. Dus dat is helemaal niet erg. Dan heb ik hier marktplaats. Gebruik ik eigenlijk nooit, maar af en toe wel. En dan wil ik even kijken of zo. En dan heb ik het tenminste. Voor de mensen die het trouwens afvragen, ik heb 64 gigabyte op mijn telefoon. Ik heb ook 500 filmpjes erop van wat ik allemaal meemaak en zo. En 2000 foto's en superveel apps. En dat wil ik ook echt behouden. Dat vind ik super fijn. Dan heb ik hier Word. En dat vind ik ook vind ik ook af en toe wel handig. Maar gebruik ik ook niet te vaak. Dan heb ik hier mijn KPN. Ja, ik doe dat eigenlijk altijd gewoon via een site, niet via de app. Om te zien hoeveel data ik nog heb en zo. Maar ja. Dan heb ik hier Meta. En dat is voor school om je rooster te zien en je cijfers en zo. Dan heb ik hier een mapje media. Waar ik bijna het meeste in zit. Met RTL XL, NPO en YouTube. YouTube gebruik ik het vaakst. Radio 538, dat luister ik dan soms in de trein of zo. En Netflix. En als ik gewoon nog genoeg batterij heb, dan kijk ik in de trein. Kijk ik altijd series en filmpjes en dat soort dingen. Ik heb 20.000 MB's per maand. Dus dat is heel veel, maar ook super chill. Dus ik kan gewoon filmpjes kijken in de trein. Dan heb ik hier muziek en met Shazam. En Shazam is een super handige app als je bijvoorbeeld een liedje hoort op de radio en je weet een naam niet, of bij een film of zo, kan je hem even Shazammen en dan zoekt hij op welk liedje het is. Gebruik ik niet heel vaak, maar hou ik er wel op omdat ik hem toch af en toe gebruik. Dan heb ik hier de gewone muziek app. Ja, ik heb er wat muziek op staan, bijvoorbeeld als mijn Spotify het niet doet. Maar Spotify doet het eigenlijk altijd, dus die gebruik ik bijna niet. En Spotify gebruik ik echt heel vaak. Dit is echt waar mijn batterij gewoon aan opgaat. Spotify, echt super chill. En ik heb gewoon wat verschillende afspeellijsten. Ik heb Spotify Premium, dat zit in mijn abonnement van mijn mobiel. Dus ik kan muziek downloaden, shuffelen en dat soort dingen gewoon. Of gewoon afspelen en zoeken en dat soort dingen. Dan heb ik hier nog een mapje met games. Ik heb superveel, nou superveel, ik heb best wel veel spelletjes, terwijl ik er nooit iets doe. Ik speel wel eens Candy Crush, ook niet meer te vaak, maar dat is dan nog het spel wat ik het meeste gebruik. Jetpack, Froggy Jump, Shooter, Traffic Rush, Pokémon Go. Ja, ik heb het denk ik een maand lang ongeveer gespeeld en nu speel ik het niet. Ja, oké, laat maar. Ik verwijder het wel, zit ik er nooit meer op. En Gold Miner. Dan heb ik hier een mapje afvallen. Ik wil heel graag afvallen, maar het lukt me gewoon niet. Ik hou veel te veel van eten en ben echt veel te lui om te sporten. En ik heb dan de app Lifesum daarvoor. Daar kan je instellen hoeveel calorieën je wilt eten. En met workouts en dat soort dingen. En mijn water. En dit moet ik eigenlijk ook doen. Maar ik doe het nooit. Hier kan je invullen dat je bijvoorbeeld 2 liter water per dag wilt drinken. En dan kan je voeg een drankje toe. Bijvoorbeeld, misschien heb ik een glas water gedronken vandaag. Vast wel gedaan, ik weet niet meer. En dan laat hier zien hoeveel water of hoeveel glazen ik nog moet. Maar gebruik ik dus niet, omdat ik het altijd vergeet. Dan heb ik hier mijn standaard apps. WhatsApp gebruik ik heel vaak natuurlijk. Herinneringen. Instagram. Dit is mijn Instagram, Annaberg2000. Als je mij daarop wil volgen, dan kan dat natuurlijk. Ik heb nu dus een beetje een donkere feed. Maar ik had hier een Snapchat filter feed. Met altijd Snapchat filter, vond ik ook wel leuk. Dan de laatste app is Snapchat. En ik heb ook Snapchat. En hoi, daar ben ik. Ik ga even een Snapchatje maken. Jongens, ik ben een nieuwe video aan het opnemen. Ik ben What's on my iPhone tag aan het opnemen. Dus die komt binnenkort online. En die zet ik dan in mijn story. En dan kunnen mijn kijkers die zien. Je kan me volgen op Snapchat. Ook Annaberg2000. Zelfs als Instagram. Staat ook altijd in de videobeschrijving. En dan was dit mijn What's on my iPhone. Dit zijn alle apps die ik gebruik. Die ik erop heb. En ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden, interessant en misschien zelfs inspirerend. Dus ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doeg!